Voor de mensen die het dus niet zouden snappen, er is een game waar je keuzes invloed hebben op de rest van het game. Zoals hier kan ik nu zeggen tegen mijn mattie van, hey yo, de chill, ga zitten en dan gaat deze deal door. Maar ik heb geen zin om te chillen, ik heb zin om mensen open te slicen met mijn katana. Dus wat doe ik? Ik antwoord gewoon niet op die vraag. En we gaan niet zitten en we trekken gewoon die fucking katana! Katana time, baby! Bra, bra, bra! Yo, 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 bra, bra! No fucking with Lil G! Het is vandaag een speciale dag. Het is de 10e dag dat ik dagelijks aan het uploaden ben. Wat dus betekent dat ik mijn vorige record gebroken heb. Mijn vorige record was op skireis vorig jaar. Toen had ik 9 video's na elkaar. En nu heb ik er 10. 10 dagen. Daarom heb ik iets heel speciaal geregeld voor vandaag. Want de 10e dag dat ik dagelijks upload naar elkaar, dat moet natuurlijk gevierd worden met iets crazy. Ik heb gefixt. Hou je vast, man. Ik heb gefixt dat na 10 jaar er een game uitgekomen is waar iedereen al langer dan 40 jaar op aan het wachten was. Ze hebben meer dan 50 jaar gewerkt aan dit spel. En het blijft maar uitgesteld worden. Maar ik heb gefixt, doordat vandaag de 10e dag is dat ik dagelijks aan het uploaden ben, dat we vandaag Cyberpunk 2077 kunnen spelen, man. Woehoe! Hey, ik zei toch. Ik zei dat ik iets speciaals ging doen voor mijn 10e dag. Het is de dag dat ik mijn record breek. En het is de dag dat na 40 jaar game development deze game eindelijk uit is. Maar let's get it! We zorgen dat het mannetje zoveel mogelijk lijkt op mij. Dus hij heeft ook een dikke baard en snor nodig. Let's get it. Let's get it, man. Sinner! Yo! Wat, yo? Een game waar ze meer dan 40 jaar aan hebben gewerkt om er dan eindelijk voor te kunnen zorgen dat je je penis kan customizen bij je mannetje, man. Deze waar we al langer op zaten te wachten, toch? Met velletje, zonder velletje, groot of klein, nice. Maar we go for small, let's get it. Je kan een hartje doen als balhaar. Hey, I'll take it, man. Check zou zeggen, man. Hij is zo'n rapper die nooit bekend geworden is. Let's get it. Dit is ook wie ik wil zijn in deze wereld. Het is ook een beetje een roleplay game, dus dat is de rol waarvoor we gaan. We zijn een rapper die nooit bekend is geworden, dus die zich ook moet verdienen op een andere manier, man. Ik heb ook gekozen voor de backstory Street Kid. Let's go! Let's go! En voor 40 jaar game development had ik toch al betere quality verwacht, man. Dat is bij mij. Je kunt het opnieuw doen. Kunnen het opnieuw doen? En je ziet er toch niet zo goed uit. What the fuck? Pepe asked me to talk you up. What, he two shot a hand over the Yetis himself? Deze dikke guy komt nog gewoon drinken naast op. Oké. Hey bro, chill. Ik probeer gewoon even te praten met deze guy, man. Get up, get the fuck up. Big Joe. Big Joe eating the cheeseburger. Hij drukt gewoon echt. Oké. Ik wil gewoon dat deze guy mij een sigaret heeft. En deze guy stopt met zijn fucking haat. Let's go! Oké, is het een rookruimte? Nee, rookruimtertje. Can I have a cigarette? La calle B, la calle juzga. Nee, it's no. Fat ass motherfucker. Ik kom buiten de eerste lijn. Fat ass motherfucker. Ik heb ook nog niks van streams gekeken ofzo. Dus dit is voor mij ook het allereerste. Hello, ik ben hier. Man. Gaan deze guys doen, maar het is niet dat ik ben. Ik ben Lil Jeep. Looks like it's my lucky day. Yo, bro, alles oké, man? Well, Patty. One more fucking word. Stay out of this. I don't know you. Ik ben Lil Jeep, man. Which means you're with shit around here and capable of living bro. Wrong. Marcus, please. Bro. I'm gonna fuck you up. Lil Jeep. Lil Jeep. Remember the name. Ik ben benieuwd of dit spel echt verandert als ik gewoon heel de game lang super fel doe tegen iedereen, man. Lil Jeep driving a Jeep. Yo, wajo, er is hier een fight, man. Er wordt niet gefight in de buurt van Lil Jeep, man. What the fuck is this shit? Yo. Dit is mijn buurt, man. Dit is mijn buurt. Get the fuck out. Deze guy is toch al dood? What the fuck? Easy. Yo, I'm here.
Moest even nog iets doen in de streets. Yo, bro. Dexter Deshawn in the flesh. Deze guy is een dikke toekapack aan het smoken. Moet chillen. Bro, kan ik misschien een toefje krijgen van die dikke sigaar? Lil Jeep heeft ook zin in een smoke, bro. En nu neemt hij al zelf een tafje. Kan niet. Kan niet, man. Bro, alsjeblieft, een tafje van die sigaar. Maybe. Lil Jeep. Waarbij je een easy job gaat krijgen voor free money, man. Let's get it. Zoals ik al eerder zei, Lil Jeep zit niet stil, man. Het goud moet rollen. We zitten nog maar in het begin van deze game. Dit kan wel eens de meest intense walkthrough en de allereerste walkthrough op mijn YouTube-channel worden. Maar let's get it. Mijn autoskills zijn erop vooruit gegaan, man. Let's go. Oh, fuck. Ik heb iemand gehit. Sorry. Niet de bedoeling, man. Yes. I'm chilling. No. Yo. Let me chill. We hebben een meeting met een of andere chick. Ik weet niet of ik haar ga doodslaan met mijn katana of met mijn vuist. Dit is een van de twee, man. Yo, boys. Vaga. Mijn auto staat in brand, man. Hey. Yo, yes. I'm here. My lady. Whoa. Chill. My lady. Hello. Senorita. Whoa, what the fuck? Thought you could blackmail me, fucker. Set conditions. Chill down. Got any more for me? Bro. Ik kwam gewoon voor een easy deal, man. Now answer my questions. Bro. Honestly, forthrightly. Bro. Are you here alone? Natuurlijk ben ik hier alleen. Ik ben Lil Jeep, man. Yep, just little old me. It's the truth. Ik ben hier helemaal alleen, man. Chill down. Bro. Lil Jeep just chilling. Unhand me now before I... I'm just... Bro, chill down. Nice haircut, bro. I'm chilling. Him you can let go. Yo, ik heb dat gaan fixen, man. Nu ga ik haar doodknuppelen met mijn katana. Oké, ik krijg geld van deze chick, man. Ik krijg geld van deze chick om dat deal te doen, maar bro, niet hopen. Take the chip, we got a deal. Take the chip, fuck it. Solid enough. Give it. Try to fuck me in any way. Try to fuck me in any way, bro. Hey. Dat was de makkelijkste deal van mijn leven, man. Weet je wat ik nu ga doen? Ik moet eens naar die job halen en ik moet betalen met haar money. Maar als ik daar iedereen openslice met mijn katana, daar gewoon nooit een kans is dat ik moet betalen, dan is de money van mij, man. Easy as that. Easy pee. Ah, fuck, weer verkeerde straat, man. Ik weet waarom ik geen rijbewijs heb. Deze shit is moeilijk. Kan ik niet gewoon met de fiets, oh shit. Kan ik niet gewoon met de fiets rijden? Ze zeiden dat je alles kon doen wat je wou in dit spel, bro. Ik wil gewoon een fiets. Ik wil gewoon een fucking fiets. Ik kan hier niet eens... Hij heeft al een motto. Yo, ik wil die. Ik wil die, man. Het is geen fietsbal tekent. Yo, fuck deze waggie. Bro, maar hoezo mag ik niet met deze motto rijden? Yo, ho. No. Hij is er zelf afgestapt. Yo. Ja, maar oneindig veel mogelijkheden in dit spel. Oké, dus het plan is simpel. Ik weet niet eens of het hier is, maar ik neem gewoon die katana. Ik slice iedereen open, maar let's get it. Easy. Ik pak hier ook nog een beetje dingen mee. Yeah, loot everything. Bro. Even in de stoel. Chilling. This so fucking hard. Fucking ass on the fucking couch. Chill down, man. Deze video moet nog monetized worden, man. Wow, hey, Jack, je stoer aan doen. I like this. Sit your ass down for a planet. Jesus, bullet. Jack, what gives? Primerito. I don't like this guy's tone. Segundo, sitting on your ass makes you an easy target. Facts. Voor de mensen die het dus niet zouden snappen, dit is een game waar je keuzes invloed hebben op de rest van het game. Zoals hier kan ik nu zeggen tegen mijn mattie van, hey yo, de chill, ga zitten en dan gaat deze deal door. Maar ik heb geen zin om te chillen, ik heb zin om mensen open te slicen met mijn katana. Dus wat doe ik? Ik antwoord gewoon niet op die vraag en we gaan niet zitten en we trekken gewoon die fucking katana! What, Jack? You called it. Let's scrap the bastards. Fuck the katana! Fuck the katana! Ik zei dat ik je ging slicen, man. I'm here to slice shit up. Bra. Easy.
Dit was eigenlijk niet de bedoeling. Ik wou gewoon iets anders doen, maar... En is maar ik zal gewoon beginnen slaan, maar let's get it. Is dat wat ik nodig heb? Tinkering with new gear. Okay. Got set, bot and controller. Right, let's get the fuck out. Let's go. Ik heb heel deze mission opgefokt. Ik dacht al van, wat zou er gebeuren als ik gewoon niet antwoord op die vraag? En, snap je, ze moeten niet vragen aan mijn boy om te gaan zitten, man. Ik kill iedereen. I kill everybody. Oh nee, ik ga denken, ik heb ongeluk een granaat gegooid. No. Dat was niet de bedoeling, man. Dat was niet de fucking bedoeling. Fuck it. Let's get it. Let's get it, boys. Woep, woep. Please. Easy money, baby. Oh, wat is deze guy zo para aan het doen, man? Take my katana. Easy. Nu even deze shit. Oh, nog een. Woep, woep, woep. Ik ben nog goed bezig, hè. Ik denk dat ik goede keuzes heb gemaakt, man. Yo, loop door. Loop door. Run! Dat was pretty clean, man. Het is nog niet gedaan, maar ik wil eens checken. Ik heb redelijk veel guns mee. We hebben hier een soul rifle. Let's get it. Ik wil eens schieten met dit ding, man. Ik heb nog nooit geschoten met een volautomatisch gun in dit spel. Let's get it. Hello, motherfuckers. Lil Jeep. Lil motherfucking Jeep. Oké. De quality is nog goed en schieten is ook nog chill op dit spel. Oh, hier zit het vol met enemies, man. Ik moet terug die katana houden. Oké. Let's go. Let's go! Easy money, baby! Easy money, baby! Easy money! Whoa, yo! Easy! Is dit de uitgang? Hey, kom Jackie! Jackie, bro! Jackie! Yo! Katana time, baby! Bra, bra, bra! Yo, bra! No fucking with Lil Jeep. Bra, bra, bra. Slice and dice. Bra, 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 bra. Yo, besef dat ik ook gewoon kon kiezen om mee te werken met hun. Als ik was gaan zitten, dan was er waarschijnlijk geen beef. Nu hebben we dikke beef. Oh fuck, hier is er een grote bos, denk ik. Hier is er een hele grote bos. Let's get it. Oké, ik denk dat ik deze aan het hacken ben. Let's go. Er is een robot. Hij zit in een exosuit. Hij zit al op 47% HP, man. Easy. Easy. Easy money, man. Ik weet niet of het een slim idee is om deze te slicen met een katana. Hop. Hop, hop, hop. Hij heeft een laser. Bro, ik ben deze guy gewoon aan het slicen met een katana, man. Easy. Oh, no, stand up. Dude. Hop, 12 HP, 12 HP. Woe. Hop, pak dit maar allemaal mee, man. Yeah, I don't care. Take everything, thank you. Wow. Ik weet niet of dat... Ik weet niet of ik dit juist gedaan heb, maar... Deze guy ziet er al redelijk dood uit, toch? Nu neem ik al de loot, baby. Oeh, ik ben blij dat ik gekozen heb om vuil te doen tegen die guys. Lil Jeep! Er is een light machine gun. 93, ik kan deze gewoon verkopen, man. I'll send it. Hey, let's go! Let's go, job's done! Easy, papa! Easy, papa! Whoop! Oké. Ik heb de shit, man. I did it! Ik weet niet of ik het op de juiste manier gedaan heb, maar I did it. Hey, daar is de chica weer. Yo, let's go! Plus 3 street cred! Bzz, brrra! 5 street cred! Brrra! Let's go, dit spel is dik. Dit is echt nice. Let's go, man. Carry it. Bro, Lil Jeep! Lil Jeep! Hey, let's get it, man. I keep my word! I do it. Keep bro, my word. I got you! Mm-hmm. Deze chick ziet er wel cool uit, man. Too. Chill. Heard one of the flatheads is missing. Must have fallen off the truck along the way. Yes, Militech will never find it. Pleasure doing business. Yo, and the cheat is gelukt. Secure the area. Ze denkt dat ik dat ding niet mee heb, maar ik heb het zwaar wel mee, man. Dat was dit ding dat in dit koffertje zat, dat ik daar genomen heb. Normaal moest ik dat kopen van hen met het geld dat ik ga krijgen had van deze chick. En dan moest ik gewoon rustig naar binnen gaan en een chille deal sluiten met deze guys. Maar dat heb ik niet gedaan. Ik heb hun open gesliced. Ik heb het zwaar wel mee. Let's go. Jackie, bro. We did it.
Woep! Ik heb deze job al gefinesse, man. Ik heb die shit geript, ik heb gevochten, man, en ik heb niet... Brrrr! You paid for the flathead with corp cash. No. Decided I could use the eddies myself. And I just grabbed the bot. Inderdaad, want ik heb het geld voor mij gehouden. De brrrr! Let's go! Brrrr! 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 Ik kan punten gebruiken specifiek om damage te doen met blades. En doordat ik die dikke katana al heb, kan ik hier wel coole dingen doen. Oké, we kunnen deze nemen. Deze. Dan meer attack speed, man. Let's go! Bro, Lil Jeep gaat blade master zijn op dit spel. Dan steek ik ook nog punten in. Cool. Oké, doe deze. Besef wat ik hier allemaal gevonden heb. Ook een light machine gun. We hebben deze ook, de Militech bot. Deze is 5k. Normaal moest ik deze weggeven aan die chick. Maar doordat ik zo agressief ben geweest hier binnen, heb ik deze kunnen meenemen zonder dat iemand iets weet. Heb ik het geld van die chick ook nog. We hebben 9k money. We hebben deze nog. Yo! Let's get it, man. Hey, let's save the game. Let's save the fucking... Bra! Ik vind het een heel leuk spel, man. En we hebben de goede keuzes gemaakt. We hebben niet toegegeven aan die stomme bots. We hebben ze opgefokt met Ik ga... Lil Jeep gaat katana master worden in deze game. Hey, bedankt om te kijken naar deze video. I love you guys. Girls, see you guys next time, man. Tot morgen.